Want wij zijn dus even langs een aantal van die renners gegaan. Laten we bijvoorbeeld de kopman nu even nemen, Froome. Dat is bijna alsof hij, kijk eens even, die armpjes. Het is iets ongelooflijks. Die man heeft een vetpercentage van hoeveel, Marijn? Ik geloof 3,5%. Ja, zoiets. Op dit moment denk ik wel, ja. Ja. En was jij als ex-wielrenster, is dat altijd zo geweest? Voor vrouwen is dat sowieso anders, want die kunnen niet zo laag in hun vetpercentage zakken. Ik ben niet zo mager geweest, maar ik zat op mijn laagste zo rond de 12%. Maar dat is voor een vrouw ook echt niet gezond, in principe. Wat heeft een gewoon iemand? Nou, ik zou mezelf even nemen. Ik denk dat ik iets van 18 tot 20 heb. Een beetje net iets te veel voor mijn leeftijd. Maar, dus 3 is heel laag. Ja, en dat is bijna gevaarlijk, hè, Jessica? Kijk, ik denk dat er... het ziet er natuurlijk niet gezond uit. Ja, gevaarlijk, kijk, het is een beetje lastig. Want de grote discussie is natuurlijk van... het wielrennen is extreem op dat niveau. Dus het is ook... je kan ook niet denken dat je als je een stuk zwaarder bent, dan wordt het natuurlijk een stuk lastiger. En als iedereen met elkaar aan het concurreren is om zo snel mogelijk die berg op te komen, dan gaan ze, worden ze steeds extremer in wat ze doen. Maar wat lastig is dat, dat dit zeg maar ook een voorbeeld wordt voor alle anderen. Dus als de beste er zo uitzien, zou ik maar zeggen, dan zullen alle jongere wielrenners ook proberen om dit te bereiken. En ja, ook in de praktijk zien we, in mijn praktijk als sportarts zie ik voorbeelden van mensen die, die eigenlijk niet alleen steeds meer uithongeren, maar ook meer en meer trainen. En eigenlijk als het minder gaat, alleen maar nog meer gaan trainen om het toch maar wel beter gaat. Maar hoe kan het, Marijn, dat je... Want sommige van die fietsers schijnen echt, als ze zo'n bergetappe te hebben... dat ze gewoon echt op een rijstwafel en dat ze vezelarm eten... zodat ze zo min mogelijk ontlasting in hun darmen hebben... zodat ze nog een paar ons lichter zijn. Hoe kan je nou met zo weinig voeding eigenlijk zo'n berg opgaan? Nou, het is deze mannen, en zeker als je kijkt naar Chris Froome... die rijdt voor Team Sky, dat is het team dat eigenlijk... het beste wetenschappelijke begeleidingsteam ter wereld heeft. Dus het is niet zo dat deze mannen niks eten. Ze eten alleen heel afgewogen dat wat ze op die dag nodig hebben om dat te doen waar ze voor staan. Dus inderdaad eten ze voor zware bergetappes weinig vezels, want dat zorgt ervoor, heel plastisch gezegd, dat je minder moet poepen. En dan heb je dat ook minder in je darmen, dus dat kan gewicht schelen. Maar dit wordt heel goed begeleid. Natuurlijk eten ze een periode weinig om zo mager te worden, maar tijdens een tour wordt er echt per gram afgewogen wat ze binnen moeten krijgen om goed te blijven presteren. Want uiteindelijk, als je niet genoeg eet en je wordt nog dunner, ja, dan presteer je niks meer. En dat is ook niet wat ze willen. Maar wat Jessica zegt, dat is wel echt waar. Dit is ook het voorbeeld voor jonge wielrenners die iets willen bereiken. En wat je ook ziet, in zo'n tour eten ze wel goed. Maar als renners een trainingsperiode hebben en ze worden niet continu begeleid door hun ploeg of door artsen, dan ontstaat wel het gevaar om te veel af te vallen. Mm-hmm. En over dat randje te gaan en niet meer te presteren. En heeft er ook mee te maken, want dat het bloedpaspoort is ingevoerd in 2008, waardoor het eigenlijk moeilijker wordt om EPO of andere doping te gebruiken, dat dit eigenlijk de enige manier is om je van je concurrenten af te zonderen, door gewoon nog magerder te worden, Jessica? Nou ja, kijk, ik denk wel dat wat die wielrenners op de fiets net ook zeiden, van ja, 2 kilo lichter is zoveel sneller de berg op. Dus ik denk dat dit is de reden is zeker om beter te presteren, om te winnen. Ja, kijk, het is natuurlijk lastig om te zeggen wat er verder achter de schermen allemaal gebeurt en of dit dan een vervanging is voor dat. Ik denk dat die relatie niet zo 1-op-1 staat. Maar het is natuurlijk wel een manier om te zoeken naar hoe kunnen we toch nog beter presteren. Maar kijk naar zo'n lichaam. Ja, je mag die referenties niet maken. Maar het is echt alsof iemand gewoon jarenlang in de gevangenis heeft gezeten. Dat het belangrijk is om te benadrukken dat er dus wel een grens is. En op het moment dat je die grens overgaat, dan op een gegeven moment presteer je niet meer. Het is niet dat hoe dunner, hoe beter. En dat je dat tot in de extreme door kan trekken. Maar zijn wij niet medeschuldig als kijkers? We willen graag dat een kampioen God presteert. Het gaat om performance, het gaat om prestatie. Ja, er wordt natuurlijk ook vaak gezegd over doping. Hè. Ze moeten wel, want er wordt zoveel van ze geëist. Dus het kan niet anders. Ik denk dat dat,
best wel een discussie is. Ik denk als je die Tour anders zou inrichten en minder bergen erin zou doen, dan zou je het minder noodzakelijk maken om dit postuur te hebben, bij wijze van spreken. Maar er zijn ook renners die er echt voor kiezen om dit niet te willen. Je hebt natuurlijk de sprinters, die zie je van de dag als vandaag echt tientallen minuten achter dit soort mannen aanfinishen. Maar er zijn ook renners die ervoor kiezen om niet continu zo mager te zijn en dus ook niet mee te doen voor het algemeen klassement. Maar het is niet zo dat dit alleen in voeding wordt gezocht. Het is natuurlijk ook in materiaal. Het materiaal wordt steeds lichter en beter. Eigenlijk, als ze noemen dat in het Engels marginal gains. Ja. Alles waar je nog kleine procentjes op kunt winnen. Rasmussen die velde stickers van zijn fiets af. Ja. Ja. En dat die woog zijn broekje om te kijken. Ja, nou, ze proberen het echt overal in te vinden om net iets beter te worden. En dat mager, dat is ook wel een beetje de cultuur van het wielrennen. Het hoort erbij. Ja, maar het wordt wel steeds erger. Ja. Dat geven ze zelf ook toe. Ze zitten heet op elkaars bord te kijken. Ja. Oh, eet jij dat? Ja, nou, maar het gekke is dat in het vrouwenpeloton waarin ik gereden heb, wordt het meteen gezien als een afwijking of een ziekte. Mm-hmm. Terwijl in het mannenpeloton dit eerder gezien wordt als iets heel professioneels. Terwijl daar lopen ook heel veel mannen rond met eetproblemen. Want als je zo leeft, daar krijg je uiteindelijk een eetprobleem van. Je gaat gewoon niet meer normaal om met wat je wel en niet kunt eten.